Een driver is iemand die tijdens de Bridgestone World Solar Challenge in Stella Era zal rijden. In ons team zijn 4 mensen driver. Dat betekent dat wij ook in aanloop na de challenge de enige zijn die in Stella Era rijden. Dus ook alle testdagen rijden wij. En dat allemaal om zoveel mogelijk ervaring op te doen met het rijden in Stella Era. De driver die moet dus in Stella Era rijden. En dat kan wel vrij zwaar zijn om de weersomstandigheden die je hier hebt. En om de weg die je moet rijden. Het is daarom ook fysiek zwaar. En ook mentaal om je focus te blijven houden voor honderden kilometers aan een stuk op een weg waar niets lijkt te veranderen en die alleen maar rechtdoor gaat. Ter voorbereiding op het rijden in Era hebben we verschillende dingen gedaan. Als allereerste hebben we aan het begin, vlak na aankomst in Australië, de route omhoog gereden. Daarin hebben we eigenlijk zoveel mogelijk het hele konvooi nagebootst. Daarnaast gaan we ook veel sporten met de drivers en de passagiers in Era. Dit om een beetje conditie op te bouwen en ook te wennen aan het werken in warme omgevingen. Daarnaast is het natuurlijk ook een beetje op je eten letten, want je moet onder een bepaald gewicht blijven om uiteindelijk onder de 80 kilo te zitten met helm, met water, etc. Het allerbelangrijkste om op te letten tijdens het rijden door Australië is dat je efficiënt rijdt. Dat betekent dat je niet al te veel wil optrekken en remmen, dus eigenlijk wil je constant op cruise control rijden. Inhaalacties zijn best wel lastig omdat we niet al te hard willen rijden om energie te besparen. Dus daarvoor is redelijk wat coördinatie tussen de verschillende voertuigen in het konvooi nodig. We hebben een jaar lang onze auto gebouwd. We hebben ons daar toomloos voor ingezet. Omdat het toch wel een beetje een jongensdroom is om je eigen zonneauto te bouwen. En hoe gaaf is het dan om in je eigen gebouwde auto te mogen rijden? Ja, dat was echt gaaf, man. Echt gaaf. Stella Era onderscheidt zich van alle andere Nederlandse teams doordat wij een echte familieauto bouwen. We doen mee aan de cruiser class van de Bridgestone World Solar Challenge. En deze auto is echt gemaakt voor het dagelijks leven. Dus op pad gaan met je hele gezin, 4 passagiers, van A naar B te gaan. Dat 3000 kilometer best wel ver is, hebben wij meerdere passagiers. Ze rijden met z'n 4 tegelijkertijd in de Stella Era. En iedere etappe rijden we met verschillende mensen. Tijdens de challenge heb ik de specifieke rol als co-driver van Stella Era. Dat betekent dat ik echt de bijrijder van onze zonneauto ben. En ook de communicatie verzorg met de andere konvooiauto's. En nu, met al die testen die we gedaan hebben, weten we zeker dat we bij de start gewoon een hele goede auto hebben.